Ik zou eigenlijk wel eens willen weten hoe snel dat hem eigenlijk van 0 naar 100 gaat. Daar heb ik geen idee van. Op de website van Zero zelf staat er ook geen... Allee, er staan cijfers, maar niet dat cijfer. De cijfers die er staan zijn de topsnelheid, maar dat is elektronisch beperkt. De ja, rijk, accu bereik enzovoort, actieradius. De 190 Nm torque staat er ook op. Maar geen tijden 0 tot 100 tijden. Online vind ik verschillende cijfers van onder de 3 seconden, maar ik heb er zelf al gevonden van onder de 2 seconden met gewone straatbanden. Ik heb natuurlijk ook gewone straatbanden. Dat zijn nog de standaardbanden. Of deze die er af fabriek op staan, is dat Pirelli Diablo Rosso 3. Hier. Ik ga wel zo veilig mogelijk proberen te doen. Dus belangrijk is ook dat de accu volledig volgeladen is, omdat je dan het volledige vermogen beschikbaar hebt. Dat de banden warm zijn, die ga ik even opwarmen. De goede bandendruk. En dat is ook wel belangrijk dat uw riem op de juiste spanning staat. Daarvoor ga ik een app gebruiken, want ik heb nog geen meettoestel voor de spanning op de riem te meten. Dus ik ga het met een appje controleren die de trailfrequentie checkt. En dan voor tijdens het rijden voor de snelheid zelf te meten. Er zijn apps denk ik die 0 tot 100 registreren, maar het zou mij verwonderen dat dat goed werkt, want je moet je GPS vastleggen. Dan moet dat met de... Ik denk dat het grootste probleem daar is het vastleggen van de snelheid met de GPS. Daar zit altijd wat vertraging op als je met GPS snelheid moet registreren. Dus ik ga met de GoPro opnemen en dan kan ik al in de logs gewoon kijken welke tijd dat van hoeveel frames dat er tussen zitten. Dus dat kan ik daar. Dat is hoe dat ik het ga proberen meten. Maar eerst is die spanning van die riem controleren en de bandendruk. Ik weet eigenlijk zelf niet wat de bandendruk is. Hier staat van alles op. Staat daar bandendruk? Ah ja. Dus front en rear. Maar ik zie hier niet direct. Ah, toch wel. Van voor en van achter 36 of 248. 36 psi of 248 k bar. Ik zal ze even alle twee controleren en goed zetten. De voorste is wel laag, maar voor de rest zien ze er eigenlijk goed uit. Zo. Hier Carbon Drive, dat is de app. Hij moet eigenlijk zo dicht mogelijk bij. Waar zit de microfoon? Zat zo. Bij de band houden, de riem en dan de riem in het midden. Wacht even. Ja, het is al weg. Maar het zei 59 hertz stond erop. En hij moet tussen de 53 en de 63, dacht ik dat was.
Dus dat is in orde. Oké, hier ga ik het in een poging. Ik ga hem in sport zetten. Ik heb 86% accu. Ik ga hier een timer opzetten. Dan kan ik met die timer. Hey Siri. Start een stopwatch. Bijna goed. Oké. Ik denk dat ik hiermee een klein beetje naar zit. Alles wel in beeld heb. Dat waren al twee pogingen, nu nog een poging waarbij dat ik wat platter lig ook. En dat gaat wel veel uitmaken.